donderdag. Op het schoolplein van de Goeie en Verwelle school staat een tentje. Wie zou er nou in het tentje wonen? Misschien een gescheiden vrouw? Of een kind? Het zou natuurlijk ook gewoon twee mensen kunnen zijn of gewoon een leeg hutje. Dat zou inderdaad ook kunnen. In de klas wordt bedacht wie er in de tent zou kunnen zitten. Dat is ook het. Ik ga naar feest. Om natuurlijk hebben. Of een meisje die een zwerver is. Ja. Hé hey, joh, ga naar de hutje. Kom, we gaan naar de hutje. Wat hutje? Ga je school te weg. Ik ga hier naar school. Kom, Ik wil het wel weten. Ja, misschien zwerven. Als ze de volgende dag op school komen, staat hij er weer. Vader en moeder hadden nog net genoeg geld om me hierheen te sturen met dit tentje. Ach meid, zullen we naar binnen? Naar de juf, een kopje thee en warme kleren aantrekken? Kom maar. Naar de juf? We kunnen veel voor je regelen. Kom maar. Ik pak wat warme trui voor je. Zit je warme chocolade wel? Juf, we hebben een baby gevonden en een meisje in de tent. Juf, superzielig. We hebben een meisje gevonden buiten in de tent, op het plein, bij een doel en een klein kindje bij met een foto. Ze is hartstikke koud. Mag ze een kopje thee of zo? Om hierbij te warmen. Hartstikke zielig. Kom maar lekker zitten hoor. Je mag mijn kopje thee. Oh, ga maar zitten. Gaat dat ook goed? Jongens, jullie mogen op je plek gaan zitten. Oké. Baby blijft hier. Maar ze is een schatje. Zo, waarom ben je eigenlijk in Nederland? Ik kom uit Syrië. En ik ben hier gestuurd door mijn vader en moeder. Met mijn zusje. En waar zijn je ouders dan nu? Nog in Syrië. Ze hadden net genoeg geld om mij en mijn zusje hierheen te brengen. Want er wordt te veel gevochten. En dit zijn mijn ouders. Misschien wil ze bellen met de ouders. Ik heb nog wel een telefoon. Ja, als ze het telefoonnummer weet. Weet je het telefoonnummer? Ja. Kijk eens. Hallo? Hoi, met Anna. Hey Anna, hoe gaat het met je? Goed. En met jullie? Alles gaat ook goed met ons. We hebben nog wel veel gevochten, maar we zijn ons best aan het doen om geld bij elkaar te sparen. We komen zo snel mogelijk naar je toe. Gaat alles goed met jou, mijn kleine Achlem? Ja, het gaat wel. Probeer nog even vol te houden, meisje. We komen naar je toe. Oké. Doei. Doei. En hoe gaat het met je ouders? Het gaat wel goed met ze, maar er is nog steeds oorlog in hun land. En ze zijn geld aan het sparen dat ze naar Nederland kunnen komen. Je snapt natuurlijk wel dat jij niet zomaar in een tentje gaat overnachten. Je mag met je zusje wel bij mij komen logeren, totdat je ouders weer hierheen komen. Oh, dat is fijn. Pap, mam, er is bij ons een meisje uit Syrië op het schoolplein geweest. En die had een kindje bij haar, bij zich. En die moest op een tentje slapen op het schoolplein. En haar ouders zitten nog in Syrië. Pap, kan jij ervoor zorgen dat die ouders naar Nederland komen via de boot? Ik ga mijn best doen. Oké, dat zou heel fijn zijn. Was dat meisje helemaal alleen hier? Ja, met haar zusje. Dankjewel dat ik hier mocht logeren. Ik had het echt helemaal niet koud gehad. Tuurlijk. Ik ga jou niet buiten laten liggen. Weet je wat? Gaan we met onze les meedoen. Je mag daar gaan zitten. Kom maar. Het meisje en haar zusje gaan iedere dag mee naar school.
Hoi. Hey papa, wat doe jij hier nou? Kijk eens wie ik bij me heb. Waar is je zusje? Die staat daar. Oh, wat heb je zo gemist. Anne, waar is je tentje? Daar kunnen we vanavond in slapen. Weet je wat? Jullie mogen allemaal met mij logeren totdat jullie een nieuw huis vinden. Bedankt. Bedankt.